Hi en welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets heel anders doen dan wat ik tot nu toe heb gedaan. En dat is namelijk mijn favoriete boeken top 10 van de afgelopen periode met jullie delen. De mensen die mij goed kennen of die mij al wat langer volgen weten misschien heel goed dat ik heel graag lees en ook best wel veel lees. Mijn vriend die zegt altijd voor de grap dat ik een bibliotheek per jaar lees. Nou, dat is natuurlijk niet zo, maar ja, ik lees wel heel graag en veel. En de afgelopen tijd heb ik ook weer veel gelezen en ik heb alle boeken die ik de moeite waard vind opzij gelegd. En vandaag heb ik voor jullie de boeken top 10 van de afgelopen tijd. In de top 10 heb ik niet specifiek een volgorde, behalve de top 3. Ik heb wel echt 3 favoriete echte aanraders voor jullie. Zijn natuurlijk alle 10 een aanrader, maar de top 3 is wel voor mij heel duidelijk. En de rest is gewoon, ga ik jullie in willekeurige volgorde laten zien. Dus ik begin met nummer 4 tot en met 10. En eentje daarvan is 25 gram geluk van Massimo Vacchetta met Antonella Tomaselli. Het boek gaat over een man die best wel ongelukkig is in zijn leven. Die is dierenarts en op een gegeven moment wordt er een egeltje bij hem gebracht in zijn praktijk. En dat egeltje is zo klein, 25 gram, daar komt de titel vandaan. Hij weet niet wat hij ermee moet doen, hij heeft geen ervaring daarmee, maar gaat toch de zorg voor het egeltje op zich nemen. En zo komt hij erachter dat hij ontzettend veel plezier daarin heeft. Zo komen er steeds meer egeltjes op zijn pad en wil hij uiteindelijk een egelopvangcentrum beginnen in Italië. En het is zo'n vrolijk, feel-good boek. Het is echt zo schattig hoe die man met die egels in de weer is en hoe hij daar zelf ook zo blij van wordt. Als je even in een dipje zit of als je zin hebt gewoon in een heel luchtig, makkelijk leesbaar boek, vind ik dit echt een aanrader. Dan de volgende, dat is Rosa Suracno of Suragno met Generatie Y. Dit gaat over de Generatie Y, dus over de millennials en waarom zoveel millennials een burn-out of overspannen raken. Zij is zelf heel erg jong, de schrijfster. Volgens mij is zij ergens halverwege de 20. En zij was tijdens haar studie raakte ze al overspannen of overwerkt. Dus wat natuurlijk echt heel erg jong is. En daar heeft ze een boek over geschreven. En het gaat over falen, hoge verwachtingen en keuzestress. Het handboek voor de 20ers en 30ers van nu. Dus zij beschrijft waarom zoveel mensen van nou ja, mijn leeftijd en jonger al zo jong overspannen raken. En nou ja, misschien herken je hier iets van, dan is dit echt ook een heel interessant boek. Dan de volgende, Babe, You Got This, van Martje Haverkamp en Emily Sobels. En ik moet meteen toegeven, ik ben helemaal niet objectief met dit boek, want ik heb hier aan meegewerkt. Dus nou, hij moest natuurlijk voor mij wel hier in de top 10 terugkomen. Want ik heb namelijk de styling van de foto's gedaan die achterin het boek te vinden zijn. En het is een boek vooral bedoeld denk ik voor jonge meiden die bijvoorbeeld net afgestudeerd zijn of aan het afstuderen zijn of net aan het werk zijn en het gaat over je carrière. Dus hoe je, ze zeggen zelf, van meisje met dromen naar vrouw met succes. Dus hoe kan jij nou met al jouw ambities, met al jouw ideeën, hoe kan jij nou succesvol worden? En daarvoor hebben ze interviews gehouden met allerlei in hun ogen succesvolle vrouwen. Van Nelly Kroes tot Nina Pierson. En al die conclusies hebben ze in dit boek opgeschreven. En het gaat over bijvoorbeeld keuzes maken, je ondernemen of in loondienst, omgaan met stress, doelen stellen. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Allerlei thema's die te maken hebben met werk en met je eigen ontwikkeling. Dus ben jij of ken jij iemand die in die periode zit, net afgestudeerd of misschien net aan het werk, dan is dit misschien ook echt iets voor jou. En vergeet dus niet naar de foto's te kijken. Dan de volgende. En dat is Bedrock, het boek. Misschien ken je Bedrock wel, de website Bedrock, waar je allerlei artikelen kan vinden over bewust leven, bewustzijn, duurzaamheid. En dat kan je ook vinden in het boek. Ik vind de quote op het boek op de voorkant wel heel erg mooi. Dit boek is voor alle realistische idealisten die op zoek zijn naar duurzaam geluk. Nou, dat klinkt mooi toch?
Het gaat over allerlei onderwerpen van het leven. Zowel liefde, werk, relaties, de wereld, duurzaamheid, je familie, spiritualiteit. En het is een heel makkelijk, luchtig boek. Ook al zijn de onderwerpen best wel zwaar. Dat komt omdat het allemaal korte artikelen zijn. Dus je kan het boek gewoon random openslaan op een willekeurige pagina en dat artikel lezen. Of misschien heb je bepaalde dagen heel erg behoefte aan een bepaald onderwerp waar je wat meer over wilt lezen. Dus dat is echt perfect. Je kan het ook makkelijk weer wegleggen en weer later een keer erbij pakken. En nou ja, ze zeggen het zelf continu ook op Instagram. Ik volg ze daar. Een heel, heel leuk cadeau voor iemand die dat soort onderwerp interessant vindt. Dan, ja, nu komen we wel een beetje bij een wat zwaarder boek. Je moet ervan houden. En dat is van Eckhart Tolle, Een Nieuwe Aarde. En misschien ken je Eckhart Tolle ook wel van De Kracht van het Nu. Een van zijn, nou ja, volgens mij is het zijn bekendste boek over in het nu leven. En Een Nieuwe Aarde is heel erg in lijn met dat boek. Is natuurlijk van dezelfde schrijver. Maar het is heel spiritueel en heel abstract. Dus je moet er echt van houden. En je moet ook wel, vind ik, een beetje geduld hebben om er doorheen te komen. Maar ik heb met dit boek en ook met De Kracht van het Nu, alle boeken van hem, ik word er echt ontzettend rustig van als ik het lees. Ik moet er zelf ook wel altijd even doorheen. Als ik er in begin, denk ik soms wel echt van, waar gaat dit over? En dit boek gaat over bewustzijn en met name over ons ego. En ik heb dit boek al wel echt een hele tijd geleden gelezen, maar het blijft maar af en toe weer terugkomen in mijn gedachten. Dus het doet zeker iets met je. En het gaat dus over het ego en het gaat met name over hoe ons ego ons soms ontzettend in de weg zit. En dat we vanuit ons ego soms op een bepaalde manier reageren, heel emotioneel of heel erg boos worden. En dat Eckhart Tolle zegt, dat is ons ego die wil proberen te overleven en te zeggen, hallo, hier ben ik en je moet naar mij luisteren. En als je steeds minder vanuit je ego kunt leven, zal je veel meer bewust en gelukkig en rustig leven leiden zonder al die onnodige, heftige ruzies en negatieve emoties. Dus je moet er zin in hebben, je moet het interessant vinden, maar ik vind het echt een ontzettend goed boek. Nou, om maar in die lijn door te gaan over het ego, heb ik er nog één. En dat is Ego is de Vijand van Ryan Holiday. En dit boek gaat dus, zoals de titel al zegt, ook over het ego. Maar dit boek is wel veel concreter en veel praktischer dan het boek van Eckhart Tolle. Ryan zelf is echt een carrièreman. Hij heeft een heel succesvol bedrijf opgericht en hij geeft allerlei grote bedrijven advies. En hij beschrijft eigenlijk zijn eigen reis naar succes ook gedurende dit boek. En wat ego in allerlei fases van je carrière en fases van succes met je doet. Dus het boek is opgedeeld in 3 delen en dat is streven naar succes, succes behalen en falen. En hij omschrijft eigenlijk voor elk van die 3 hoe je ego de kop opsteekt in die fases en wat dat met je kan doen. Dus bijvoorbeeld bij de fase van succes behalen omschrijft hij heel duidelijk dat je bijvoorbeeld heel erg het idee kan hebben dat je een soort van groter en belangrijker bent dan je eigenlijk in werkelijkheid bent. Maar je voelt je echt on top of the world, want jij hebt een heel succesvol bedrijf opgezet. Of jij hebt iets heel bijzonders behaald. Je hebt een grote sportprestatie behaald bijvoorbeeld. En hij omschrijft allerlei situaties rondom zo'n thema en legt uit hoe dat in zijn optiek ontzettend negatief is. En hoe dat je juist ook niet helpt en ook niet gelukkiger maakt. Dus als je het ego en wat het allemaal doet interessant vindt, maar Eckhart Tolle net iets spiritueel en abstract, dan is dit echt iets voor jou. Dan alweer de laatste uit nummer 4 tot en met 7 en dat is Careergasm. Vind de baan die goed voelt, no-nonsense advies om hier werk van te maken van Sarah Vermunt. Dit boek sprak mij heel erg aan omdat ik natuurlijk zelf heel erg met dit soort thema's bezig ben en ook heel erg veel mensen begeleid die met dit soort vragen zitten van hoe kan ik nou eigenlijk mijn droombaan vinden. Het geeft je allerlei tips en advies
over wat je kan doen om erachter te komen wat jij nou eigenlijk wil in je werk, in je carrière. Waar je goed in bent, waar je blij van wordt, ook wat je vooral niet wil. En wat ik ook heel erg goed vind aan het boek is dat het ook heel erg inspeelt op wat houd je tegen om dat te doen. En ik merk in mijn eigen werk dat dat vaak wel een heel belangrijke rol speelt. Dus dat misschien je diep van binnen wel weet wat je leuk vindt, maar dat er een bepaalde angst is of twijfel of bang zijn voor de mening van anderen, waardoor je het dan toch niet doet. En daar besteedt dit boek ook wel heel erg veel aandacht aan. Er staan heel veel teksten, uitleg en anekdotes in, maar ook wel concrete opdrachten en vragen, zodat je echt er zelf mee aan de slag kan. Dus ben jij zelf ook iemand die in zo'n situatie zit, of dat je je afvraagt van ja, wat wil ik eigenlijk nou met mijn werk? Wat ik doe vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, of misschien wel een beetje leuk, maar wat is het nou dat ik echt leuk vind, waar ik echt heel blij van word? En is dit heel laagdrempelig en makkelijk om met zo'n boek aan de slag te gaan. Nou, dan is het tijd voor mijn absolute top 3. En eentje daarvan, ik heb niet echt een nummer 1 of een nummer 3, maar wel 3 toppers. En eentje daarvan is Nooit meer te druk van Tony Crabbe of Tony Crabbe. Ik vind het echt een ontzettend interessant en verhelderend boek. En het gaat over hoe wij in de tijd van nu een ontzettend druk leven leiden, overspoeld worden door continu informatie, e-mail, telefoontjes, social media. En hoe wij daar uit alle macht mee om proberen te gaan. Maar hij zegt eigenlijk accepteer dat dat alleen maar erger wordt. En accepteer dat je het gewoon niet allemaal kunt volgen en niet allemaal in de hand hebt. En dat vond ik wel heel verfrissend. En daarvan dacht ik van ja, ik ben dat ook wel helemaal met hem eens. Het is veel, het is heftig en hij geeft in dit boek ook echt wel heel concrete tips om eigenlijk vooral veel minder te doen en minder beter te doen. Want hij zegt, je kan gewoon niet alles meer bijhouden, niet alles meer doen. Dat heeft ook helemaal geen zin en daardoor ga je juist ook dingen heel erg half doen, wat ook geen bevredigend gevoel geeft. Dus hij geeft allerlei tips hoe je minder kunt doen, hoe je je minder kunt laten overspoelen door alles wat er op je afkomt. En door heel erg zelf te bepalen wat je wel doet en wat je niet doet. Dit vind ik echt een mega aanrader. Ik ben er zelfs nu nog een keer in bezig voor de tweede keer. Zo interessant vond ik het. Nummer 2 van de top 3. En dat is De Logica van Geluk van Mo Goddard. Toen dit boek uitkwam, nog niet heel lang geleden, kwamen echt meerdere mensen naar mij toe en zeiden ja, Sis, dat is echt een boek voor jou, dat moet je lezen. Super interessant. Dus ik heb meteen vertrouwd op de mening van al die mensen en heb het boek gekocht en gelezen. En nou, het is inderdaad echt een aanrader. De logica van geluk, hoe moet ik dat uitleggen? Hij verdeelt het boek in 3 onderdelen en dat zijn, moet ik even opzoeken, grote illusies, blinde vlekken en ultieme waarheden. En in het onderdeel over de grote illusies en blinde vlekken behandelt hij eigenlijk alle onderwerpen, dingen die continu in ons brein, in ons hoofd gebeuren en die ons heel erg saboteren of in de weg zitten. Dus bijvoorbeeld het stemmetje in je hoofd wat continu zegt van oh, je zou eigenlijk nu dit moeten doen. Maar ook hoe wij ontzettend gedreven worden door de tijd. Dus dat we continu bezig zijn met hoe laat is het, hoe lang heb ik nog, wanneer moet ik dat doen. Dus dat we de tijd eigenlijk onze gemoedstoestand en geluk laten bepalen. En hij zegt eigenlijk ook, al die gedachten die wij continu hebben, zijn die waar? Dus wij nemen heel vaak onze eigen gedachten voor waarheid aan en gaan op basis van die gedachten ook actie ondernemen. Maar hij zegt, ja, maar vraag jezelf eens af, zijn die gedachten wel waar? En ik denk dat hij dat heel erg geleend heeft van Byron Katie met de 4 vragen. Met The Work, misschien ken je dat wel. En zij stelt eigenlijk ook altijd die vraag van, is het waar? En nou ja, waarschijnlijk kom je tot de conclusie dat heel veel gedachten die je continu hebt helemaal niet waar zijn. Maar die wij wel vaak voor waarheid aannemen. En daarmee zitten we vaak onszelf ontzettend in de weg.
En hij eindigt dus met de 5 ultieme waarheden. En nou ja, onder andere gaat dat bijvoorbeeld over de dood, wat best wel natuurlijk een heel heftig onderwerp is. Maar hij heeft zelf zijn zoon verloren een aantal jaar geleden door een medische fout in het ziekenhuis. En dat heeft hem ontzettend wakker geschud en beseft ook van, ja, weet je, de dood is gewoon iets heel reëels in ieders leven, weet je. Het kan morgen over zijn, dus accepteer dat zo is en dat dat een heel belangrijke rol speelt. En ja, zorg ook dat je daardoor een heel vol en gelukkig leven hebt. Gelukkig gaat het ook over wat andere fijnere onderwerpen, zoals de liefde. Hoe belangrijk de liefde in ons leven is. En nou ja, zo zijn er nog 3. Ik ga niet alles verklappen, want je moet hem vooral zelf lezen. Het is echt, echt een ontzettend goed geschreven boek. En het, nou ja, geluk is natuurlijk best wel al groot en kan een heel complex onderwerp zijn. Maar hij heeft het wel heel, nou, ik wil niet zeggen luchtig, maar hij heeft het wel redelijk makkelijk en duidelijk opgeschreven. En ja, het leest best wel lekker weg voor zo'n dikke pil. En dan ben ik al toe aan de laatste. En dit is wel een heel pittig boek, maar wel echt een ontzettend interessant goed boek. High Performing Habits van Brendon Burchard. How Extraordinary People Become That Way. En dit, nou ja, zoals de titel al zegt, het gaat over gewoontes die je helpen om succes en prestaties te behalen en te bereiken. En hij heeft jaren en jarenlang onderzoek gedaan naar wat onderscheidt nou heel succesvolle mensen, van sporters tot mensen in het bedrijfsleven. En welke gewoontes passen zij toe? En waarom lukt het hen om wel succesvol te zijn? En waarom lukt het minder succesvolle mensen niet? Dus wat zijn de high performing habits? En hij heeft er uit zijn onderzoek zijn 6 belangrijke gewoontes gekomen. En dat zijn, moet ik even spieken. Dat zijn zowel persoonlijke gewoontes als sociale gewoontes. Hij heeft ze onderverdeeld. En de 6 gewoontes zijn seek clarity, dus zorg voor helderheid. Genereer energie. Zorg voor noodzaak. En de sociale gewoontes zijn verhoog je productiviteit. Ontwikkel invloed. En wees moedig. Nou, ik denk dat die 6 op zichzelf nog niet heel erg veel zeggen, maar dat je daarvoor echt het boek in moet duiken. Maar ik vond het echt een ontzettend interessant boek. Het is in het Engels. Misschien is die wel al in het Nederlands verkrijgbaar. Dat weet ik eigenlijk niet. En wat ik ook het leuke hiervan vind, is dat je tijdens het boek word je ook gewezen op een bepaalde test. En dan kan je zelf jezelf scoren op die 6 gewoontes. Dus aan de hand van de test krijg je een uitgebreide uitslag daarvan met hoe jij scoort op die 6 gewoontes. En zodat jij ook weet waar, als jij meer resultaat wil behalen, op welk van die 6 gebieden jij vooral aan de slag moet. Als je Engels redelijk is en je vindt productiviteit en succes, presteren, vind je interessant, nou, zeker deze lezen. En dat waren ze. De 10. Mijn 10 beste favoriete boeken van de afgelopen tijd. En voor nu, dank voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even weten wat jouw favoriete boek was van de afgelopen tijd. Wie weet kan ik daar ook weer wat nieuwe ideeën uithalen. En ik hoop dat je volgende keer weer kijkt.